Mijn naam is Jelle Zijlstra en ik heb de vakwedstrijden weer voor u gemaakt. En ik ga zo één voor één voor u uitleggen wat het inhoudt. De volgende opdracht, dat is wat met niveau 4 voor de studerenden. En mensen die een paar jaar op de cursus zitten van diverse vakclubs, waaronder ook Friesland. En ook in het zuiden van Holland zijn ze altijd heel fanatiek bezig, weet ik. De opdracht is een imitatie van palissander. En dit wordt ook weer op een paneel uitgevoerd van 80 tot met 60 centimeter. Telt voor alle werkstukken. Wat een opmerking is, de juiste kleur te kiezen van een fondkleur. En momenteel is dat toch weer de kleuren die we soms hebben veranderen. En dan moet je echt zoeken naar een ander kleurnummer. Ik kan u wel een tip geven. De fondkleur van palissander komt heel dicht in de buurt van de fondkleur van mahonie. En ik noem het even, dat is de D5 2065 uit de Sikkerswaaier 5051. Palissander is een houtsoort uit Zuid-Amerika. Heet ook wel Rio palissander. Dat is bij ons bekend, maar je hebt ook uit Java, Burma, noem maar op, komt er ook allemaal palissander voor. Het is een hele dure exclusieve houtsoort, waar ik vroeger heel op hetzelfde niveau zat als eiken. En wordt heel veel gebruikt in de meubelindustrie, zowel massief als faneer. Hiernaast ziet u een paneel van mij van palissander. En waar de jury op gaat letten, is dat de fondkleur moet de juiste ondergrondkleur hebben. De tekening van het palissander bestaat uit allemaal hartstukken, wat u hier ook kan zien. En omdat het uit één stam groeit, heb je die hartstukken naast elkaar. Maar er zitten holtes in. En dat kun je zien als je de hartpartijen die heel grillig in elkaar vormen, waar ook weer donkere contouren in zit. Dat komt dat daar hole ruimtes zijn waar het waterbaar in kan stromen en dan krijg je dit soort effecten. Dus de karakterstructuur is belangrijk waar de jury op let. De techniek waarop, dus de techniek waarop, van heb je het aangebracht dat het uitstralen heeft van het hout. De kleurvorming, ook in het glacierweer, de schitteringen wat je erin ziet. De artistieke waarde van zo'n werkstuk is heel belangrijk. En de afwerking van het oppervlakte, gaan ze ook echt naar kijken. De maatvoering, nou dat spreekt vanzelf, als je 60 bij 80 hebt is het goed. En de totale verzorging. Wat even een klein puntje is, denk om de diktekanten dat die worden mee behandeld.